Dit is het Omroep Tilburg Nieuws van maandag 30 oktober met vandaag eerste preview documentaire over Willeke Cafoe. Zo'n 8 weken geleden nam Willeke Cafoe contact op met Omroep Tilburg. Ze kon toen al een jaar niet meer lopen door haar agressieve vorm van MS. In Nederland is ze uitbehandeld en in Rusland kan ze de hulp krijgen die ze zo hard nodig heeft. En er zijn zoveel goede resultaten. Duizenden mensen zijn mij al voorgegaan in Rusland of in Zweden of in Mexico. En 80% van die mensen gaat niet verder achteruit. En 60% van die mensen krijgen functies terug dus die ze niet meer hadden. Daarom is een crowdfundingactie met een stichting gestart. Sinds de actie is begonnen voor haar behandeling heeft ze al €2300 opgehaald. Maar dat is maar een fractie van de €65.000 die ze nodig heeft. Ik heb een stichting opgericht, eigenlijk met als reden een crowdfundingpagina alleen. Dan kom je vaak bij bepaalde websites uit, zoals Dream or Donate, die vaak worden gebruikt. En die in een heel, best wel een behoorlijk percentage van het bedrag wat je ophaalt. En dat vind ik jammer, want dat zou betekenen dat ik in plaats van €80.000 bijvoorbeeld €90.000 moet gaan ophalen. En dat kost me gewoon nog veel meer moeite. Naast de crowdfundingactie wordt er ook een documentaire over haar strijd tegen MS gemaakt. Zelfs bekende Nederlanders als Roy Donders en Robert van Beckhoven zetten zich in voor Stichting Sta Op. Dat en meer is te zien in de exclusieve sneak preview van de documentaire die over haar in de maak is. En dan nog het weer. Morgen wordt het gemiddeld 12 graden en zal de zon helaas niet doorbreken. Het blijft waarschijnlijk de hele dag bewolkt. Dit was het Omroep Tilburg Nieuws van maandag 30 oktober. Voor meer informatie kun je naar www.omroeptilburg.nl.